begin was het hele vuur zich onder die lui. Die loos die stond helemaal in de fik, dus het brandde met geweld. Ja, nu smelt het nog wat na en ja, de geur ook natuurlijk, hè. Rook met veevoer. De ramen moeten dicht, want het stinkt natuurlijk van alle kanten. Het veevoer en weet ik allemaal wat er zit. Dus het is niet leuk zo. Een ravage ook, hè, als u het ziet. Ja, het is een ravage, dus het is gewoon een ramp voor die mensen. Die hebben nog geluk gehad dat de zaak kon blijven staan in het huis. Maar anders was het helemaal een ramp geweest. Het is een silo, daarbinnenin zitten 12 andere silo's en daar kunnen we niet bij. Het dak is er boven afgebrand en dan zit het vol met spullen. Met graan, mais, dat soort zaken. En daar is het dus in gaan branden. Het broeit daarin. En dan kunnen we niet de waterstralen te veel opzetten. Want dan wordt het gewoon één zware massa. En dan zijn we bang dat de silo uit elkaar gedrukt wordt door het water.